Hi guys, het is weer eens tijd voor een vlog. Jullie vinden het super leuk om te zien en ik vind het heel erg leuk om te maken. Dus ik dacht, waarom niet vaker? Het is inmiddels al, waar is mijn klok? 12:30. Het is vandaag woensdag, dus ik begin niet aan het begin van de dag. Maar ik dacht, misschien is het wel leuk om gewoon een aantal dagen te laten zien. Vandaag is niet heel erg interessant. Ik ga straks cliënten doen en daarna ga ik nog wel even sporten. Dus daar zal ik wat opnames van doen. Maar zo zie je een paar dagen achter elkaar. Misschien is dat wel heel erg leuk. Ik heb vanochtend thuis gewerkt aan artikelen en nog even wat mailtjes beantwoord en wat rapportages geschreven naar huisartsen. Dus eigenlijk niet zo heel interessant. En wat ik nu ga doen, ik ga nog even mijn haar doen. Dit is trouwens mijn haar als het helemaal niks aan gedaan is. Ik ben gisteren gaan slapen. Met nat haar. Ik heb het gewassen en voor de rest niks aan gedaan. En ik ga het nu stylen. Misschien een leuke tip voor de andere dames onder ons. Ik ga even pakken. Kijk, ik gebruik dan deze. De Babyliss Multistyle. Om mijn haar ietsje handelbaarder te maken. Op zich, soms vind ik het zo prima. Maar soms wil ik het gewoon ietsje gladder hebben. En dat doe ik dan met deze. En ik vind dat echt ideaal. Daarna ga ik mijn lunch maken. Dus dan zal ik je mijn lunch even laten zien. Zo, mijn haar is gedaan. Het is net een beetje stijl. Dan dat het was. Niet een heel groot verschil, maar ik vind het fijner. Want het is gewoon net een beetje handelbaarder. En ik heb mijn lunch gemaakt. En voor lunch kijk ik eigenlijk altijd gewoon wat er in mijn kasten nog ligt. En daaruit maak ik wat. En vandaag is dit het geworden. Ik heb een omelet van 3 eieren met... wat zit erin? Rode ui zit erin. En verder tomaatjes. Er zitten wat, hoe heet die dingen? Doppertjes in. En wat ham, gerookte ham eroverheen. Daaroverheen heb ik wat parmezaanse kaas wat ik nog had. En een paar komkommerschijfjes. Dus dat ga ik lekker opeten. Verder, ik ga lekker lunchen. Dat probeer ik altijd even te stoppen met werken en echt bewust te gaan lunchen. Zodat ik even rustig mijn lunch kan eten. Lukt niet altijd, maar ik probeer het wel zo vaak mogelijk. Dus ik ga lekker een hapje eten. Ik kom net op sportrit en er is een pakketje van Zalando. En ik had al wat besteld, dus ik weet wat erin zit. Maar ik ga hem even openmaken. Ik heb alleen nog maar de doos geopend. Pakbon. Ik heb 2 dingetjes besteld namelijk. Dit zijn trainingshandschoentjes. En wat hebben we nog meer? Een broekje. Ik zal ze heel even uitpakken voor jullie. Kijk, hier zijn ze. Dit zijn trainingshandschoentjes. Ik merkte de laatste tijd dat tijdens het optrekken, bijvoorbeeld tijdens het doen van deadlifts, dat mijn handen echt heel erg pijn gingen doen. En dat ik daarom moest stoppen met de oefeningen. Dus ik wil deze trainingshandschoentjes wel eens proberen. Het zijn mannen trainingshandschoentjes in maatje S. Maar bij mij zitten ze prima. Ik heb vrij kleine handen, dus ik... Ik dacht dat ze misschien nog te groot zouden zijn, maar ze zitten prima. En dit broekje, echt super cool. Een Nike Pro kort broekje. Het leek me met het warme weer wel fijn om wat meer korte broekjes te dragen. En ik doe het eigenlijk nooit, maar ik heb mezelf als doel gesteld vaker een kort broekje dragen. Hij ziet er vrij klein uit, dus ik ben heel benieuwd of hij past. Ik ga zo meteen even passen. En anders doe ik hem zo aan mijn trainer, dus dan zien jullie hem wel. Oké, ik ben klaar om te gaan sporten en ik zal jullie even mijn outfit laten zien. Allereerst natuurlijk mijn schoentjes, waar ik ondertussen in leef. Verder mijn nieuwe broekje, hij zit echt best wel heel mooi. Dus ik ben er echt heel erg blij mee. En het shirtje wat ik laatst al liet zien in een outfit post over de Decathlon. En verder een zweetbandje van Nike met roze en grijs. En dat was het. Ik ga lekker sporten. Ik zal je een aantal van mijn oefeningen laten zien. Niet mijn hele workout, maar dan hebben jullie een klein beetje een idee wat ik gedaan heb. We hebben getraind. Het is bijna 7:30, dus ik lust nu ook wel wat. Ik heb een tortilla gemaakt met kip en groenten en een klein beetje kaas eroverheen. Ik ga lekker eten, want ik heb honger.
Het is inmiddels al donderdag. Het is al 5 uur. Ik heb de hele dag niet gevlogd. Maar er is ook eigenlijk niet zoveel speciaals gebeurd. Ik heb eigenlijk de hele dag thuis gewerkt. Ik had geen cliënten. Dus dan werk ik lekker thuis. Ik werk aan artikelen. Ik heb ook nog weer meer rapportages geschreven aan huisartsen. Veel administratieve dingen gedaan. En dat voelt soms heel erg lekker, weet je. Om alles af te ronden wat je eigenlijk nog zou moeten doen. Oh, de zon begint in één keer te schijnen. Ik word heel erg fel. Dus ik ga even een beetje hierheen lopen. Weer is het wat donkerder. Ik wil nu net gaan eten. Het is dus 5 uur. Ik moet straks lesgeven. Ik ga Bodypump bij Zumba geven, zoals altijd op donderdag. En ik zal je even laten zien wat ik gemaakt heb voor avondeten. Kijk, ik heb het hier staan. Zoals jullie misschien weten, hoef ik niet altijd per se koolhydraten in mijn maaltijden. Dit keer heb ik dus ook wat meer vlees genomen. Ik heb 2 tartaartjes gebakken en veel groenten erbij. Dus dat is voor mij prima. Daar voel ik me ook eigenlijk perfect op als ik ga sporten. Dus dat is mijn maaltijd van vandaag. Verder ga ik dus zo meteen bodypump geven. Ik zal je nog even filmen hoe ik me klaarmaak voor bodypump en wat voor gewichten ik gebruik. Dat is misschien wel handig om voor de mensen die ook bodypumpen. En dan verder zie ik je morgen, want morgen ga ik wel meer dingen doen die leuk zijn om te filmen. Het is weer tijd om te gaan sporten. Ik zal je weer even laten zien wat ik aan heb. Deze keer mijn andere schoentjes. Soms moet je je oude schoenen ook maar weer even wat aandacht geven. Ondertussen komen Remco en Rashida ook binnen. Dag jongens. En mijn broek van Decathlon die ik je laatst liet zien. Dit Nike shirt heb ik je ook laten zien in een shoplog. En weer hetzelfde zweetpandje. Voor de rest hebben we klaar liggen voor bodypump. Een step en een matje en mijn gewichten. Ik doe 5 kilo bij warming up. Daarna squats 12,5 kilo aan iedere kant. Borst doe ik 7,5 als ik een sterke dag heb aan iedere kant. Rug doe ik 8,5 kilo aan iedere kant. Dan triceps 5. Biceps 3,5. Lunches ongeveer 8,5. Maar ik wil proberen daar ietsje bij op te kunnen doen. Schouders 2,5. En buik doen we altijd met een schijf van 5 kilo. Verder prop ik er altijd nog een kuitennummer tussendoor. Maar dat is eigenlijk niet normaal bij bodypump. Verder heeft Remco een nieuw speeltje. Ik zal hem even laten zien. Een heel lang touw waar je zo woes, 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 weet je wel, hoemeloes, ja, woes, 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 zo mee kan bewegen. En dat gaan we binnenkort eens even een keertje uitproberen. Ik heb het nog nooit gedaan, maar je ziet het altijd in personal training video's, dus ik ben wel heel benieuwd. Maar goed, iedereen gaat zijn gewichten al klaarleggen, dus ik ga aan het lesgeven. Het is inmiddels vrijdagochtend en ik ben op mijn werk in de sportschool. Het lijkt me wel leuk om eens even te laten zien van wat voor schema's maken wij nou voor mensen. En ik heb er even eentje voor jullie gepakt. Kijk, hier zie je een trainingsschema. Ik heb de naam even afgedekt. Maar zo zie je iedere oefening die diegene moet doen. Met het aantal herhalingen staat erbij. Eventueel wat aantekeningen. En ze kunnen zelf dan nog de gewichten erbij zetten. En op de achterkant staat de rest van de oefeningen. Dus dan heb je zo een heel trainingsschema. En dat doen we dus eigenlijk voor iedereen die hier sport. En één keer in de zoveel weken komen ze dan voor een soort van evaluatie. Ik ga nu aan de gang. Ik heb 1 afspraak staan voor iemand die een trainingsschema wil maken. En ik moet een buikspierkwartier geven. Dus dat is wat ik vanochtend ga doen. Daarna ga ik heerlijk uit eten, uit lunchen. Dat zal ik ook even filmen. En dan ga ik gezellig naar mijn papa en mama. Dus dat is het plan voor vandaag. Oké, we zijn aan het lunchen. We zitten lekker bij Kaap Hoorn voor de mensen die Groningen een beetje kennen. En ik heb een heerlijke salade met zalm en garnaaltjes en gerookte forel. Lijkt me super lekker. Hij ziet er ook best wel heel gezond uit. Dus helemaal goed. Ik ga lekker eten en ik zie jullie. We zijn inmiddels uitgegeten en lekker verkast naar de Hoornse Plas. Voor de Groningers onder ons, die kennen het vast wel. En kleine Sven is er ook weer bij. Misschien horen jullie hem al. Die is lekker aan het spelen. Svenny, ga zwaaien naar YouTube. Je weet nu hoe het moet. Hallo. Ja, hij doet het ook nog. Kijk, het is wel echt een YouTube-ster. Maar dit is dus waar heel veel Groningers heen gaan als het mooi weer is. Nu is het eigenlijk niet zo mooi weer, dus het is echt heerlijk rustig. Dus voor ons gewoon ideaal. Dus nog lekker even in het zonnetje liggen. En daarna ga ik rijden naar papa en mama. Dat is ongeveer 1,5 uur rijden van hier vandaan. Dus ik vermaak me nog wel even.
Oké, jongens, ik ben er. Ik ben bij mijn ouders. Ik heb heerlijk 1,5 uur in mijn eentje in de auto gezet. En ik zeg heerlijk, omdat ik dat eigenlijk altijd super lekker vind. Om gewoon in mijn eentje in de auto te zitten en muziekje aan en keihard mee te zingen. Duimpje omhoog als jij dat ook hebt. Ik vind dat echt een stukje me-time, zeg maar. Verder... Oh, er komt een auto langs. Hallo. Dit is het huis van mijn ouders. Ik zal hem even laten zien. Dit is het huis van mijn ouders. Echt het huis waar ik dus ook ben opgegroeid. Hier staat mijn autootje. Die is er helemaal klaar voor. En zoals je ziet staat het huis ook te koop. Ik hoop dat je me nog kan horen door de auto's. Maar mijn ouders die willen verhuizen. Dus mocht je nog interesse hebben, ik zet hieronder een link in de beschrijving van het huis op Funda. Ik ga ook even jullie meenemen naar de achtertuin. Dit is de achtertuin. Oh, en ik word gelijk achtervolgd. Blues, wat wil je? Waar kijk je naar? Misschien een bal. Wil je een bal? Wil je een bal? Blues is de hond van Esmee. En Esmee is het vriendinnetje van mijn broertje. Oftewel, mijn schoonzusje. En als je eenmaal bezig bent, dan kom je niet meer van Blues af. Want dan moet je de bal blijven gooien. Maar goed, dit is dus de achtertuin. Mijn vaders trots. En eigenlijk ook een beetje mijn rustpuntje, zeg maar, voor als ik thuis ben. Ik zal jullie even laten zien hoe het uitzicht er helemaal achterin uitziet. Kijk, hoe verschil is dat? De wind waait een beetje. Maar zo'n verschil met wat ik gewend ben in de stad. Ik woon nu al, ik denk ongeveer 10 jaar of zo in Groningen. En het is zo anders om hier weer even te zijn. En ik voel me dan echt even tot rust komen. Ik ga eerlijk even een drankje drinken met papa en mama. En dan zie ik jullie vanavond nog wel even. Het is hier trouwens echt heerlijk weer. Dus ik heb lekker mijn korte broekje aangedaan. Ik zal even laten zien, kan je het zien? Ah, weet ik eigenlijk niet. Zo in ieder geval wel. Ik heb heerlijk mijn korte broekje aangedaan. Oh, Blues was nog steeds op de bal. Kan je lang wachten, Blues? Dus ik lig hier heerlijk in mijn relax stoeltje. Eventjes ontspannen na een drukke werkweek. Top. Life is tough, jongens. Zo, ik ben heerlijk bij mijn ouders op mijn bank gecrashed. Ik ga nog even een kopje koffie drinken met mijn broertje. Net even heerlijk gegeten met mijn vader en mijn broertje. Mijn moeder die is met vriendinnen eten. Mijn ouders hebben een sauna, dus ik ga heerlijk even in de sauna. Dus ik vermaak me wel, maak je om mij maar geen zorgen als jullie dat al deden. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond om te zien. Druk op een duimpje omhoog als je dat vond. En je kunt altijd subscriben door in de endcard op subscribe te klikken. En dan zie ik je heel graag in de volgende video. Doei doei!